Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem of Three Houses. Het is weer tijd om wat lessen te gaan voorbereiden en ik heb mijn mensen allemaal weer blij gemaakt. Dus we gaan eens even kijken wie we vandaag gaan helpen. Laten we Lysithia een keertje wat levels gaan geven. Lysithia die wil graag twee boekjes en een vlaggetje leren. Dan gaan we dat doen. Kijk, meteen perfect. Daar houden we van. Oh, nog een perfect. Nice. Die is naar C. En dan gaan we naar die. Top. Oké. Gaan we kijken wie we nu verder gaan helpen. We kunnen Raphaël zijn vuist gaan doen en Hilda's ex. Raphaël's vuist. Kijk, daar houden we van, Raf. Wat hij nou nog meer? Hij heeft vuist en extra, denk ik. Oké. En Hilda's ex gingen we doen. Lekker. Kijk, en een perfect. Lekker, Hilda. Nee, laten we die nog gewoon een keer doen. Oké. Marion heeft alleen maar haar boekje staan. Wat wil Cloud nog? Oh, ik ga eens kijken wat er nog meer op de opties zijn. Ignatz. Ja, laten we het zwaard van Ignatz nog even proberen. Lekker. Oké. Group tasks. Hij is al een D. Alleen ik zet elke keer Cloud met Marion. En ze hoeven natuurlijk niet super leuk te vinden. Dit is niemand zijn strong suit, zeg maar. Oh, ik weet nou wel hoe het werkt, denk ik. Dan laat ik hem gewoon nog steeds staan. Dan beginnen we de lecture. Professor. Wat wil die? Focus on bow skill en excel as a sniper. Tuurlijk doen we dat. You're curious to know how Lysithia is doing. Natuurlijk. Honestly, what do they all take me for? I'm fine. Perfectly and completely fine. It's hardly different from daytime. I'm not scared. hang on. Professor? Is that you? Oh, I left something in the dining hall, so I'm on my way to fetch it. Okay. But you don't need to come with me or anything like that. I'm fine on my own. Really. You weren't? Oh. Apologies for making an assumption. The truth is, everyone I come across asks if I'd like some company. Ah, they all seem to think I'll be scared wandering alone at night. Nou, so net leek je pittig scared. You know? I'm perfectly capable of being on my own. Hey, Professor, wait! I thought it might be nice to walk and talk together to the dining hall. Shall we? To be abundantly clear, this has nothing to do with my... Oh, you must be bored. Fantastic, then. Do
do you mind, filling the void with some chatter? Some find silence to be a bit unsettling after all. Okay, I confess. I am scared of ghosts. So, okay. Can we talk about something, please? I've noticed for quite some time now, you treat all your students equally, don't you? You've never treated me differently simply because I'm younger than the others, and I've always appreciated that. Isn't it rather obvious? I'm roughly 2 to 3 years younger than the rest of the class. Have you just not been paying close enough attention to those you teach? That's poor form for a professor. Oh, there! Well, I'd better be on my way now. Ik kon niet anders kiezen, dus een beetje jammer dit. Hey, your motivation is helemaal geïncreased. Dat is wel nice. Wajo, wilt er nog iemand met me chatten? Ja hoor, Ignatz wil ook met me chatten. En dan gaan we ook chatten met Ignatz. Oké, I've decided on the composition. Composition? That's right, the composition for my next painting. Wait, professor? How long have you been standing there? You haven't been watching me, have you? No, I misspoke. Did I say painting? I meant to... Well, I've thought for a while that it might be nice to paint the scenery here. The contours of that tree, set against the stark shapes of the forest. Nou, dan moet hij maar niet Sword and Shield gaan painten als hij van Trees houdt. Is dat nou benieuwd? I shall always uphold my duties as a student of the Officer's Academy. Whereas art is... a hobby of mine. Okay. Everyone has hobbies, right? I'm sure you have one. Oh, well, perhaps it's different for you, Professor. But it's perfectly normal for people to have hobbies. Zeker. For instance, or fishing, or taking midday naps. Hobbies are healthy. They're a good way of relieving. You might consider taking up a hobby, Professor. Anything to think about. It's much easier to focus if you're feeling refreshed. Zeker waar, Ignat. If you tell me to stop, I'll stop. Really? It's okay for me to paint? Well, tuurlijk. I mean, if you're sure. But really, it's nothing more than a little diversion. A frivolous pastime. I think I ought to go back to my quarters now. If it's all the same to you. Kijk, lekker. Ignatz is ook blij. Daar houden we van. That wasn't so bad. Oh. I think it's coming along. Wie weet. I've got a grasp on this. Okay, nice. Gaan we ze semineren? Ja, laten we ze semineren. Hanneman, oftewel Jeroen is aan de beurt om te semineren. Zit ze daar in het ruppeltje. Yo. Dit is wel nice. En dit betekent... The Grow to Battle. The Mission. We gaan weer eens een battle doen. De Magdred Ambush. Magdred Ambush, White Clouds, Chapter 3, Mutiny in the Mist. It really is an honor to accompany Catherine, wielder of Thunderbrain. I hear you're intimidating enough to silence the howling winds. Thunderbrain? That's all Swartel is. You mean you don't know? Yeah. My weapon is called Thunderbrand. It's one of the hero's relics. A long, long time ago, the goddess bestowed divine weapons upon 10 heroes, which were passed down to their descendants. Nu moet het zijn dat ik een weapon krijg van mijn vader. Dat kan niet anders. It all goes back to the tragedy of Dusker.
I've heard of it. It happened about 4 years ago. Hallo, ik zeg net dat ik ervan heb gehoord en dan gaat hij hem nog uitleggen. Yes, but there's more to that story. They had accomplices within the kingdom as well. Lord Lenato's son, Kristoff, was one of them. And so he was handed over to the church for execution. Oof. Speaking from the church's perspective, we simply passed judgment according to our doctrine in place of the kingdom, which was in complete chaos. Whatever the truth behind that incident may be, Lord Lenato has harbored resentment toward the church. Vandaar dat Lord Lenato zo fucking boos is. His grudge isn't only against the church. It's also against the one who turned Kristoff over to them. Report! The enemy is approaching. They can't be avoided. Their numbers are far greater than we predicted. They use the fog to slip past the Knight's perimeter. It looks like our mission just changed, Professor. Everyone, prepare for battle! Oké, okay, de minimap. Ik weet hoe de minimap werkt, dank je. We gaan een battle doen, boys and girls. Wat zijn de units die... Oh, iedereen doet mee, daar hou ik van. Oké. Okay. Defeat enemy commander... All of your units fall in the battle. Okay. With this fog, it's impossible to tell where the enemy might be, or how many of them there are. Oof. The enemy could be trying to surround us, but they shouldn't have enough soldiers to form a tight circle. Take down anyone who breaks through the fog, and let's push through! Duidelijk. The conditions are the same for both sides, but we're at a disadvantage for not knowing the terrain. Proceed with caution. Wait for them to enter your field of view. Duidelijk. Okay. Stay focused. I stand ready. Ik denk dat het gewoon zin heeft om allemaal te regroupen. Ready anytime. Ready and willing. Who, me? Leave it to me. Wie? Kijk, zij is tandtoesterk. Ik denk dat het zin heeft om zo meteen weer in de bosjes te gaan staan. Ze gaan nu lopen. Kijk, top. Kijk, nu kunnen wij allemaal in de bosjes gaan staan. Nou, dat gaat niet gaan. Zij hebben er allemaal achter staan. Nice, Catherine. Ooh, miss. Not so fast.
Okay. Boom. Boom. Lekker Cloud. Cloud's level 6. Waar vandaan? Ah, daar vandaan. Oké. Oh, the enemy do next. I won't let you anywhere near Lord Lanana. Oef. Dat gaat niet werken. Oké. Okay. Laat ik hem hier naartoe lopen. Hij ook dik de bosjes in. Kan dat? Nee, dat kan niet. Zo. Dan spelen we hem zo. Shit, er is een van hun soldiers dood. Oké, okay. De militia. Nou, die doe... Nee, dat heeft geen zin. No combat arts. Ja, doe maar gewoon. Oeh, die tweede was mis. Dat is kut. Ja, ik denk dat we toch echt het beste kunnen blijven staan dan. Oeps, nu heb ik haar buiten de bosjes. Ja, dacht ik al dat de Church Soldier eraan zou gaan.
Kan er weer niet bij. Dat is echt fucking irritant. Ah, nice. Oh, was dat het? Was dat de bos? Oh, dit is wel echt de echte bos, denk ik. Oei, joh. Lex Catherine. Okay. The fog is cleared. There's nothing left to hide, you or the filthy. Okay, we gaan gewoon dus door. Ik denk dat ik wacht. Lekker. Oh, dit is wel balen. Oké, doe iets, ally. Nice. Ga toch bij elkaar regroupen, zodat we iets met elkaar kunnen. Oké, nice. Hilda level 4, oké. Lekker. Ignatz is lekker bezig weer. Kijk, daar houden we van. Die one hit killed van alles. Lekker, oké. I'm a bit uneasy. Lord Lenato doesn't. Ignatz level 8, nice.
Oeh, kan ik hem aan? Ah, dat kan niet. Oké. Okay. Het is wel nice dat Ignatz ook wat terug kan doen nu. Dit is wel balen. Ja, Ignatz is wel dood. Dat is wel fucked up. Oh, ook nog een crit. 93. Doei! Wacht, dan kan ik beter... Oh, ik heb geen... Wacht, zij is ook een distance, toch? Oh, blijkbaar niet. Is deze bitch dan een distance? Oh, ik kill hem sowieso. Nice. Mijn poppetje is ook level 7. Ik denk dat het makkelijk is om gewoon... Wachten. Oh, wat doet de ally? Nice. Weer een crit. 126. Dit we allemaal gewoon moeten followen. Oké, nou die worden allemaal gekilled. Zo, easy. Pak, probeer het maar allemaal. Ja hoor. Dat is wel vet, hè. Weer een crit. Niemand kan het halen, oké. Okay. Dan gaan we gewoon zo ver mogelijk naar voren proberen te lopen. Oh. Alleen blijft Rafael altijd achter, want die loopt gewoon slow. Oh jee. Oh, die zijn nu frozen voor een beurt. Oef. Oh, er zat er daar nog een. Oké, maar dan gaan wij alvast gewoon die kant op. Die Catherine kan ook gewoon niet dood, dat is echt heftig. Eigenlijk wil ik haar een keertje wat dit gunnen, maar...
Er is niemand meer die nog meer kan hitten. Oké. Okay. Ondertussen gaat er even straaljagertje over. Oef, hij is wel sterk. Oh, doet gewoon geen damage. Oké. Okay. Doet maar veel te weinig damage. Oké, die doet iets meer. Oh, oké, deze is best wel. Oké, nice. Maar daar ga ik dood van. Dat lijkt me ook niet echt een strak plan. Dat ook niet. Oké. Ja, ik wil mijn ding poppetjes niet dood laten gaan. Oké. Waarom doen we niks? No damage, nice. Nice, nog een keer no damage. Nee, ik moet toch iets proberen. Ik doe met haar doe ik helemaal geen damage. Och, zij doet echt niks. Dat is echt kut. Eén damage, nice. Let us be cautious. We
Wel level 5, maar daar heb ik nu niks meer aan, want ik ga natuurlijk weer een potje hartstikke hard verliezen. Oh. Eigenlijk daarvoor nog, dat we daar allemaal niet terecht voor gaan staan. Oké. Hoe kunnen we dit doen? Ik kan hem aanvallen. Mis, wat een onzin. We gaan verder proberen. Dit kan een wat langere aflevering worden, maar dat is niet erg. Oké, ook mis. Dat is op zich fijn. Kan ik die bad... Ja, ik heb nog een assault. Kut. Dat was niet de bedoeling. Ik wil hem met Assault Troop gaan hitten. Nu wel een kerraak alsjeblieft. Oké, ik heb dus nog niks aan die Assault Troops gehad, want ze missen alleen maar. Hij was ook best wel sterk tegen hem. Als ik... Oh, dat was niet deze. Oh jawel, wacht. Tot nu toe ook nog niet echt geluk gehad met een crit of zo. Spamen. Hoezo heeft hij nou opeens al die levens weer? Hoezo hield hij de hele tijd? Attack, hoeveel damage kan ik doen? 1, dan gaan we dat niet doen. Dan assisten. Heal. Ja. Well done. Nice, dank je. Oké, we gaan nog een keer. Hem aanvallen.
Red Strike. Je moet nog 9 damage met iemand kunnen doen. Kom op. Jij kan toch wel 9 damage doen op deze bitch. Dat is geen 9 damage. Hilda, kom op. Ja. Nice. Lekker, Hilda. I never thought I'd see Lonato meet this fate. Well done, everyone. Let's gather our troops and... Stage complete. Lange video, maar... Hilda is de MVP. Lekker Hilda. En dan wil ik u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Fire Emblem. Ik kan nog één keer zeggen dat is adios, amigos.